even halen. Herinneren en dan natuurlijk verwacht ik van jullie allemaal een daverend steunend applaus voor de dappere Prinske die de duimen moest leggen voor dit. Naar de historie, de histoire van de 38e carnavalstoet. Over het succes gisteravond, ongelooflijk maar waar. Meer moet niet wensen. Moet de allereerste carnavalstoet, niet uit de 38e, maar de allereerste carnavalstoet, die door de hero-jongens en meisjes werd georganiseerd, dacht ik, moet het in 64 geweest zijn, toen enkele groepen, toen nog de, ja, hoe noemde men die eigenlijk allemaal vroeger, de rakken zaten er ook nog bij, dacht ik. Die kleine groepen, beperkt met een zestal mensen, trok men voor het eerst door de straten van Zwevenzele, ter gelegenheid van carnaval. We hebben er eentje bij, de Belleman, die komt dus de stoet aankondigen. Welkom op de 38e editie van de Zwevenzeelse Carnavalstoet 2006, ingericht door de Orde van de Belleman, de Orde van de Bolhoed, de Rere van Prins Dirk en zijn Roosje Annemie. Sint Cecilia, die we straks voor de tweede keer zien. En dan krijgen zij de gelegenheid om een demonstratie te geven. En vijven kunnen ze. De KLI van Aarzele. Daar hebben zelfs Travis Kieten bij.
uit Brood. Als goed van Brood. Hallo, een heel enthousiaste leider. Sorry, kom dan voor. Dacht dat het was. Ja.
verdiend applaus, niet meer. En een verdiend applaus voor de speelclub van de Hero Jongens. Voilà, en het Mozart dansje, de wals, niet de Weense wals, maar de Zwevenzeelse wals. Je ziet dan zal er wel wat draaien. Goeiedag.
Mama die mag de confetti delen van Filiberke. Die kwam uit onverwachte hoek. Maar ze deden het schitterend. We gaan naar de Tippers, opnieuw groep van de Giro Meisjes. De Chocolate Tippers. De wagen met de nummer 28. En de handen worden gevuld met confetti. Dat is een keer wat anders dan confetti. Dat zijn nog goeie. Draag ze maar op plaats, die en aan ennetjes. Door naar het toilet en alles is gepakt. Onze kijkers aan, wat waren het meer? De Tippers die zijn voorbij. En dat betekent dat we naar de Pachins gaan. Met onze Marilyn Monroe on the Walk of Fame. Kijk eens aan. De zweven zijn ze schoonen. Hees en daverend applaus. Yes, after that, I ran into the kitchen. Something got to hold them tightly. Fall like a hawk, daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't need your dick. Hees gonna have to cross the ground, cross the ground. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Dat is Hees Koning. Dat is Hees Koning, laat zich dienen. Door de Aspie-prinsesjes. Aspies op ijs. De ijskoningin vooraan, de ijskoning achteraan. En daartussenin de ijsprinsesjes. En een verdiend applaus voor onze ijsprinsesjes van de Aspies, de Giro-meisjes uit Zwevenzeelen. Ook een van de klassiekers hier in Zwevenzeelen.
komt in orde bij de volgende doortocht. Ook de Girofrenen, die hebben carnavaliërs ontdekt. En een nieuwe groep met één. Een keiharde groep, zou ik zeggen. Van de dunne raantjes met Puppet on a String. Dat is grap, zijn ze wel, hè? Ja, een beetje zeven zegt, niet? Maar ja, kijk, als aan de andere kant ook zo onzeden zijn. Ja, 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 zeg maar een beetje zeden, hè? Mooi, heel mooi, heel mooi, heel mooi. Dat wordt een klassieker. De dunne raantjes en Puppet on the String. En ik dacht dat het allemaal oud-leidsters zijn die zijn verenigd hebben in een carnavalgroep. En als ik zeg oud-leidsters, moet je dat met een korrelke zout nemen als je ziet hoe slap dat ze nog zijn. Ga eens hier. Ze blijven actief in carnaval. Thank you.
Ja, die ziet er al goed uit hier. Allee, het is maar lekker om te dan.
en een applaus voor onze jeugdprins en ons jeugdprinsesje 2006. En ik moet zeggen, gisternamiddag was ik in de wissel waar de verkiezing plaatsvond van deze jeugdprins en prinses. En ook natuurlijk een schitterende vuif, een daverende vuif. Dat onze Erik niet ver uit de buurt is als hij die jonge dames bezig ziet.